En leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekendvlog op mijn kanaal. Het is al een tijdje geleden dat ik een weekendvlog gemaakt heb. Dat was Parijs de laatste keer volgens mij. Ja, Parijs was volgens mij de laatste keer. Maar ik kreeg een comment van dat diegene niet kon wachten op een weekendvlog. Dus ik dacht, ik ga weekendvloggen. Het is wel al zaterdag in plaats van vrijdag, want ik was het gisteren eigenlijk nog niet van plan. Doe je, hè? Maar ik laat het er per ongeluk in. Piep! Het is al 10:45, we hebben vanochtend zo rustig opgestaan. Nu gaan we even lekker naar beneden ontbijten. En we eventjes wandelen, hè, Rowan? In Antwerpen vanavond. Rowan van Antwerpen vanavond. We zien waar dit weekend ons gaat brengen. Ik neem jullie weer mee in ieder geval. Ja, doei! Oh, nu is het echt begin, maar goed. Later in deze video meer van gaan zien. Heel blij. Ja, ik ben echt blij. Kerst is al voorbij, hè? Moet je voelen. Oh, die is zwart. Scheid kerst erbij, dit kun je gewoon in de zomer aan, dat is leuk. En dat is een kerstdraai. Nee, er staat alleen een rendier op. Het is toch kerst? Dat is toch een kerst? Rendieren zijn, die komen toch niet ineens alleen in de kerst naar boven rennen? We gaan een kerst te maken. Naar boven rennen? Nou, ik heb hier nog nooit een kerstdier naar boven zien rennen. Dat is wel een rendier. Oh, dit is leuk! Lekker oversized. Maar dat is ook een beetje een kerstrij. Niet waar! Mama! Kom eens! Dit is geen kerstrij. Nee ja, dat is wel een grapje. Leuk. Ja. Dat dansje. Oh, dat. Ik morgen wel op. Mijn kerst is al voorbij, lieverd. Ja, maar dat maakt me niet uit. Ik ben een kerstkind, dus ik heb. Oh ja, ja. Ik mag altijd kerstkleding aan. Oh ja. Zoals jullie net gezien hebben, heb ik echt een mega leuk pakketje van Chiquelle binnengekregen. Met een aantal hele leuke producten die. Ik van hun heb mogen ontvangen en ik heb een hele leuke kortingscode voor jullie. Ik zal jullie eerst even laten zien, want ze zijn echt heel leuk en ik ben er mega blij mee. Met de kortingscode MEGAMEE25 krijg je 25% korting op de gehele website. Behalve op de sale- en beautyproducten. Willen jullie nou een van de kledingstukken aanschaffen die ik jullie net heb laten zien? Dan staan de linkjes daarvan hier beneden in de beschrijving. Ik ben echt oprecht allemaal super blij met de producten. Als dat niet zo was geweest, dan had ik dat ook niet gezegd. Maar het is gewoon een hele goede kwaliteit. Ze zitten mega lekker. Ze zien er ook echt heel erg leuk uit. Dus als jullie iets willen bestellen op Chiquelle, vergeet dan zeker niet mijn kortingscode te gebruiken. Die is geldig tot 5 dagen nadat deze video online komt. Dus bestellen jullie deze, laat me zeker weten. Vind ik heel erg leuk om te zien. En dan gaan we nu weer verder naar de rest van de video. Rob zit mij in mijn hele intro te pesten. Hier komen de bloopers. Je moet de filmpjes dan sturen naar je. Ja, korting op. Oh mijn god, Megan, nee! Je bent Mark en handtekening, maar ik laat je de foto. Ja. Ben je dat meisje van YouTube? Kom. Ja! Oh. Oh my god! Nou jongens. Probeer rustig even mijn intro te filmen. Dat is. Ik kan slijmen zo. Ga nou eens weg. Hallo allemaal, ik heb een hele vervelende vriend. Zijn naam is Rowan en Philpa. Oh, wat ik nou zwaar was ik nog gebleven. Heeft een van nog op mijn telefoon met hem wil. Rowan, kom eens hier. Wat is het plan? Wat is het plan? Vertel eens, wat is het plan? Je moet wel een beetje bukken. Goed zo. Ja, hij moet gewoon hoger gezet worden. Wow! Schelen wij zoveel?
Kijk, nee, dat telt niet. Jij staat op je tenen. Nee, ik sta niet op mijn tenen. Hè? Dit raakt, kan je zien? Jullie zitten erbij zoveel schulden. Moet je kijken, dat is niet normaal. Ik dacht dat er maar zo'n stuk schulden. Nu denk ik heel klein. Oh. Nou, wat is het plan? Nou, wij gaan. Ben je nou klaar met je rotweer? Hè? Huh? Ben je klaar met je rotweer? Mijn rotzooi? Met je rotzooi. Wil je filmen en zo? Ja, ik ben klaar met filmen. Ik ga alleen nog even omkleden. Ja, nou dan gaan we naar mij toe. Ga ik even douchen, want dan gaan we naar Antwerpen. Antwerpen! Gaan we shoppen. Dan gaan we het eten met Zanne. Met Ronald's familie. Dat is leuk! En we houden ons allemaal aan de coronaregels, jongens, rustig. Dus. Anderhalf meter afstand. Ja. Let's go! Ik ga hem even omkleden en dan gaan we. Angelica, ik heb je hond gejat. Hij beet. De sterren hoor. Hij moet dus. Hij heeft maar vier tandjes hoor. Kom maar. Hij gaat helemaal geluid maken. Hij trilt. Heb je het koud? Ben ik eng. Daar gaat hij pissen, hè? Ik lach, jongen. Nee, dus ik kan niet lachen. We moeten weer naar huis. Het is 2:30 nu. En wij zijn nu bij Roland thuis. Die wilde even omkleden en even douchen. En dan gaan we daarna lekker doen naar Antwerpen. We hebben net een hele lekkere oliebol op. Had ik nog niet op in 2021. En nu heb ik hem in 2022 toch nog kunnen fixen. Yeah. Die was lekker. Nu ga ik maar even YouTube filmpjes kijken of zo. Of TikTok kijken. En wachten tot het gewoon klaar is. En dan lekker naar Antwerpen. Dus, I see you soon. Jongens, weten jullie nog dat we laatst een weekendje in een hotel zijn geweest in Antwerpen met twee vrienden? Ja, een paar maanden geleden. Ja. We staan letterlijk geparkeerd in die straat en we reden net letterlijk langs het hotel. Echt heel toevallig, want normaal komen we daar nooit. En nu zijn we op zoek naar de Mediamarkt. Ja. Ja. We hebben er echt mega lang over gedaan om een parkeerplek te zoeken. We hebben nu eindelijk één gevonden, maar we moesten voor drie auto's. Want de familie van Rohan is ook allemaal met een auto. Dus we hebben nu iets gevonden, maar we weten niet of we hier mogen staan. Dus dat was een beetje eng. En we zijn te laat voor het restaurant. Maar we hebben een plek. Ik weet niet of ik jullie kan meenemen in het restaurant. Maar wij gaan lekker eten en ik zie jullie zo. Het is inmiddels 10:50 s'nachts. Rohan en ik zijn thuis. Ja, het is 10:50 al. Nee, joh. Serieus, kijk! 12:50. What the fuck? Wij hebben heel lekker gegeten. Ik heb dat niet gefilmd, want we waren gewoon met zijn familie, dus ga ik ook niet filmen. Het was gezellig en lekker. Toen zijn we nog even naar Rohan gegaan en nu zijn we thuis. Ik wilde nog sfeerbeelden filmen, maar ik had mijn camera uit het raam gedaan. Het regende heel hard, dus heel mijn camera was beslagen. Echt voor urenlang en ik kreeg het niet goed. Dus hij doet het nu eindelijk weer, waar ik heel blij mee ben. Maar wij zijn nu moe, gaan lekker slapen en we zien jullie morgen weer. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zondag. Het is 10:50. Mag ik zo even met mijn kroelen, dus ik maak mijn verhaal zo af. Rohan is even naar zijn werk toe. Dat is hier een half uurtje van aan rijden, die moest hij even doen. Die is ook een paar uurtjes weer terug. Dus ik heb even een ochtendje alleen. Kijk nou. Je bent zo lief, hè. Dus die komt vanmiddag ergens terug. Ik ga nu even een heerlijk ontbijtje maken. Dan de dag beginnen. Je bent echt een knuffelpeertje, hè. Ja, en wel een beetje moe, want we gingen vannacht echt om 2:30 slapen of zo. We waren echt alleen maar aan het kletsen, maar goed. Let's make breakfast. Moet jij een koekje, dat is het, hè. Ik heb een ontbijt op, ik heb even een andere trui aangetrokken, want ik had weer geknoeid met de havermout. Ik moet even een paar dingen voor school fixen, want ik heb vanaf morgen online les en ik weet nog niet hoe ik in Teams moet inloggen in mijn juiste klas. En ik moet nog even
uitzoeken wat voor keuzedelen ik wil. Dus dat ga ik eventjes doen. Dan ga ik even mijn kamer opruimen, want hier ligt allemaal kleding. Omdat ik gisteren alles van Chiquelle en zo gepast heb. En ik heb nog dingen uit mijn eigen kledingkast gehaald en was en zo, wat op heel mijn kamer ligt. Dus dat ga ik ook maar eens even opruimen. Dus dat is wat we even gaan doen. Het is inmiddels 4:15. Roman is weer terug. Ik heb vandaag mijn kast opgeruimd, maar ik ben er ook nog steeds mee bezig. En ik heb jullie daar al niet zoveel gesproken. Net even naar het kruisveld gegaan, even spulletjes gehaald. Hele mooie regenboog gezien. Ja. En nu ga ik weer verder met mijn kast opruimen. Ik heb mijn volledige kast opgeruimd. Ik ben echt trots op mezelf. Dat is echt zo'n werkje. Wat je het liefst zo lang mogelijk uitstelt. En vandaag dacht ik, ik ga het doen. Ik heb. Mijn kast ziet er nu zo uit. Ben ik echt heel blij mee. Ik heb echt heel veel weggegooid. Deze hele stapel gaat weg. Dit gaat allemaal weg. En hier nog een vuilniszak vol die helemaal weggaat. Dat komt allemaal uit mijn kast. Dus ik vond het niet zo gek dat die vol zat. Uitpelde. Dit moest gewoon gebeuren. Voor de mensen die zich afvragen. Ik breng de kleding allemaal naar of familieleden of vrienden of degene die het willen. En wat overblijft breng ik naar het goede doel. Dus ik gooi niks zomaar weg. Maar ik ben echt heel blij dat ik dit gedaan heb. Ik ben vandaag echt productief geweest. Ik heb allemaal dingen gedaan die ik al veel te lang uitstelde. Dus ik ben echt trots op mezelf. Nu vind ik het genoeg geweest voor vandaag. Ga ik lekker naar beneden. Daar zit Rowan ook. Even lekker bij het houtkacheltje. Beetje YouTube kijken en chillen. Dus dat is wat ik ga doen. Doesn't make any sense to me. But who am I to question my feelings? Lekker filmpje kijken. Mijn koffertje lekker voor het slapen gaan. Nou, dan zou je vast goed verslapen. Ja, dat doe ik toch al niet. Dat ga je er morgen uit. 8:00. Ja, dan mag je. Doe maar 8:00 maar een appje sturen. Kan je het controleren? Nee, ik krijg mijn appjes toch niet binnen. En als je een appje stuurt, dan reageer je pas. Als ik wakker ben, zou ik ook Good Morning sturen. Ja, maar ja, ik kan je ook Good Morning sturen als ik wakker ben. Maar dan reageer je. En dan nog vier uur blijven liggen. Ik wil een foto bij dat ik aangekleed ben. Oh ja. Kom aan. We hier lekker komen. Hallo. I'll spend my day.